Goeiedag, we zijn met het staartje van mei bezig. Volgende week begint juni en dat is de eerste meteorologische zomermaand. Vorig jaar was dat een recordmaand qua temperatuur. Eens kijken of dat dit jaar ook gaat gebeuren. Nou, op basis van de nieuwe 30-daagse kaarten denk ik dat dat wel mee gaat vallen. Het ziet er naar uit dat het een vrij normale junimaand wordt als we richting de klimatologie kijken en wat er nu op de weerkaarten staat. We beginnen de weerkaart ook op zondagnacht. Dan zien we een hoge drukgebied boven IJsland. En de lage druk die bevindt zich juist in de omgeving van de Azoren. En dat is eigenlijk een omgekeerde situatie. Want normaal zie je juist de lage druk in het noorden en hoge druk in het zuiden. Levert een noordelijke stroming op. En daarin wordt koude lucht aangevoerd dit weekende, maar ook begin volgende week. En daardoor ligt de temperatuur natuurlijk aan de lage kant. Sterker nog, maxima van 15 graden is ronduit fris. Hier zien we bijvoorbeeld zo'n lage drukgebied over Spanje trekken geleidelijk aan. En bij ons gaat de stroming in de loop van de week wel weer draaien. En kunnen ook weer storingen vanuit het zuidwesten dichterbij gaan komen. Het wordt in de loop van de week dan ook echt weer wat wisselvalliger. Maar dan gaat wel de temperatuur omhoog. Laten we maar eens naar die luchtdrukafwijking gaan kijken voor volgende week. En dan zien we inderdaad hoge druk boven IJsland, lage drukgebied boven Scandinavië. Dat levert een noordelijke stroming op in onze omgeving. En dat voert koude lucht aan. Dat mogen we echt wel zo stellen. Dat gaat geleidelijk aan wel veranderen, maar dat is pas later in de week. En dat betekent dat we die eerste dagen echt wel met wat koud te maken hebben. En dat zien we dan ook terug in de temperatuurkaart. De temperatuurafwijking voor komende week, ja, die levert lage temperaturen op. In het zuiden van Europa, daar is het ronduit warm. Italië, Griekenland, dat ziet er echt zeer warm uit komende week. Gaan we dan naar de luchtdrukafwijking kijken, geleidelijk aan in juni, dan zien we eigenlijk een compleet witte kaart. Nauwelijks een luchtdrukafwijking van betekenis. En dat betekent in de praktijk een west-zuidwestelijke stroming. Daar heeft het alle schijn van. Dat betekent dat de temperaturen ook rond normaal zullen zijn. En dat zien we dan ook terug in de weerkaart. Het noorden misschien nog een tikkeltje te fris, maar dat is minimaal. De warmte nog steeds in het zuiden van Europa. En het grootste deel van Nederland heeft eigenlijk geen afwijking van betekenis in die temperatuur. En wat betekent dat dan? Nou, dan krijg je een gemiddelde maand juni. Dat levert qua neerslag over het algemeen tussen de 60 en de 80 mm neerslag op. En wat temperatuur betreft aan zee zo'n 18, 19 graden en landinwaarts 21 tot 22 graden. Natuurlijk kunnen daar wel eens uitschieters bij zitten. Daar kan gerust eens een zomerse dag bij zitten. Dat is ook helemaal niet gek, want in de maand juni mag je toch wel 5 zomerse dagen verwachten op basis van klimatologie en 16 warme dagen. En dat zijn dagen met temperaturen boven de 20 graden. Ook is een tropische dag mogelijk, een temperatuur boven de 30 graden. Nou, of dat gaat lukken, dat zal dan later in juni moeten gaan gebeuren, want in die eerste week van juni zie ik dat zeker niet gebeuren. Met andere woorden, als we het gaan samenvatten, geen extreme voorzie ik voorlopig. En het wordt gewoon een normale junimaand met licht wisselvallig zomerweer. Soms een paar prachtige dagen, af en toe ook een paar stevige buien. En temperaturen zoals geschetst rond normaal. In ieder geval geen recordmaand zoals vorig jaar. Fijne dag nog.